En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het zal niemand zijn ontgaan. Na de wedstrijd NEC-Vitesse liep het flink uit de hand in het Goffertpark vorige week. Het houdt de gemoederen op de markt in Hatert dan ook nog steeds bezig. Ik vind het gewoon heel erg schandalig. Dat had zo niet hoeven te gebeuren. Want ze hebben meer supporters meegenomen als dat het eigenlijk was. Kloten. Ja. Niks over zeggen daar. Moet dat niet kunnen. Ik vind het gewoon niet kunnen. Want er lopen mensen met kleine kinderen en die gaan met opa of oma mee. Naar, of mijn opa mee naar het voetballen en die gaan dan voor de plezier kijken. Ja, ik vind het te slecht voor woorden. Ik vind het niet meer kunnen tegenwoordig. Ik ga gewoon met respect met elkaar om. Dat vind ik echt het belangrijkste tegenwoordig. Dat zie je niet meer. De harde kern natuurlijk, hè. Ik heb er geen woord over te zeggen. Tot het dan die rellen zo uit had moeten komen, vond ik niet reëel. Bij Vitesse, Arnhem en Nijmegen, is altijd zo geweest. In het algemeen is een derby altijd tegen de politie en tegen de Vitesse supporters en NEC supporters. Dus het blijft een driespel. Ik weet niet hoe zoiets is ontstaan. En dat is niet alleen tussen Vitesse en NEC, maar ja, ook nog bij andere clubs allemaal. Maar waarom? Waar zou al die agressie vandaan komen? Onzekerheid, woede. Ja, weet je, voetbal is voetballen. Daar hoort geen geweld bij, toch? Nee. Ja, wij maken ook nooit ruzie. Nee, dat hoort niet. Ga lekker voetballen kijken en klaar. Verliezen, volgende ronde weer een ronde. Ben je eens, nee? Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. Moeten mensen ook niet hun verlies kunnen nemen op een waardige, respectvolle manier? Dat sowieso. Maar dat zou denk ik niet gaan gebeuren. Dat is echt een wonder als dat ooit te sprake komt. Maar hoe moeten we dit soort rellen in de toekomst voorkomen? Marktbezoekers hebben wel wat ideeën. Stadionverbod en grote boetes begeven. Want ik vind dit had niet hoeven te gebeuren. Flink straffen. Nooit meer, die mag er nooit meer op het voetbalveld komen. Ook niet bij anderen, nergens meer. Gewoon. En voor mij mag ze vastgezet worden dus. Stadionverbod, ja. Als het aan mij ligt, ja, dan moeten ze toch beter gaan gewoon organiseren en dat ze beter in de gaten gaan houden. En meer politie's, denk ik. Toch meer politie inzet? Ja, denk het haast van wel, want dit is gewoon, ja, het is gewoon heel erg wat er gebeurd is. Dit is werkelijk, ja, daar kun je bijna niks aan doen. Want als die jeugd, ik noem het maar de jeugd, daar was ook een man van 35 of 40 bij. Maar als die eenmaal van plan zijn, dan kun je er niks meer aan doen. Ja, ik vind het is droevig, maar het is eenmaal zo. Gewone bier drinken verbieden in de stadions? Nou ja, iedereen moet wel een feestje kunnen vieren, dus dat is aan iedereen op zich. Maar ik vind wel dat ze gewoon echt met respect met elkaar om moeten gaan. Want het blijft gewoon een sport. En het is niet een sport om elkaar in elkaar te rammen. Gewoon straf krijgen. Gewoon lekker op de kamer zetten. Maar niet met die televisie en het internet natuurlijk. Hè. Alles naar beneden en dan gewoon een paar dagen straf. Maar ja, dat doen ze tegenwoordig niet meer. En je mag de kinderen ook niet meer aanraken tegenwoordig, want dan gaan ze naar de politie toe. De jeugd van tegenwoordig is gewoon, kom door de televisie allemaal. Alles door, al die criminele toestanden. Helemaal geen supporters meer bij dit soort wedstrijden toelaten misschien? Nee, dat lijkt me geen goede optie. Het blijft een spel tussen NEC en Vitesse. En ja, dat gaat denk ik niet anders worden, ook al doe je geen supporters erbij. En de jeugd denkt dat ze allemaal, dat ze alles kunnen. En vooral met groepjes. De ene die wil niet onderdoen van een ander. Ja. En natuurlijk, de politie die treedt niet op. Hè. Geen zelfstraf, het gaat veel te makkelijk in Nederland. Ze moeten die gasten gewoon een paar maanden vastzitten, 2 maanden. Dat doen ze niet meer. En de schade, want die is onzaglijk. Laten betalen, ja. Gewoon laten betalen. Die schade? Ja. Ja, die moeten ze verhalen. Op die gasten zelf. Op de ouders. Dan wordt de opvoeding ook een beetje beter.
Wie gaat dat betalen? Dat is de vraag. Ja. Ik zou het niet weten. Direct verhalen op de mensen die de schade hebben aangericht? Ja, dat sowieso. Dat is een goed idee. Geen voetballen meer daar? Helemaal niet? Nee. Zak toch in elkaar. En er ging zondag nog meer mis. Een deel van de tribune stortte in. Best wel geschrokken, maar verder rest heb ik eigenlijk niks van meegekregen. Ik heb wel gezien dat ze, dat ze naar beneden zijn gestort. Ja, toch? Ja. Dat wel, en dat vond ik wel heel erg bizar. En gelukkig is er niemand gewond geraakt. Dus niet zoals toen een paar jaar geleden. Maar het was wel bizar van woorden, zeg. Er moet goed gecontroleerd worden door een bedrijf wat dit ook bij AZ gedaan heeft. Dus dat komt allemaal wel in orde. Dat moet zeker goed en niet gevoetbald meer worden. Dus wel gevoetbald, maar geen publiek. Het is slecht gemaakt op dat zicht. De Goffert met goed moraal moet gaan en bij de aannemer moet kijken die daar ooit gebouwd heeft. Daar zou de fout wel liggen, want de man moet dat niet kunnen. Ja. Ik ben niet zo voetbal. Ik kijk meer naar darten. Dat is een rustigere sport, hè? Zo is dat. Ik heb minstens een darttouw in je oog krijgen, maar voor de rest, er worden geen rellen daar. Nee, dus ik ben geen voetballiefhebber.